Welkom hier zo bij ons reflectiegebed. Die dag het nu al ver gevorderd en ons het hierdie dag doorgegaan met die thema waakzaam met hom wat moet het. Onthou ons tekst was Markus 11 vers 11 waar ons gelees het, Jezus het in Jeruzalem naar die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. En ons het mekaar herinner daaraan dat die feit dat Jezus Jeruzalem ingegaan het, eindelijk een daad van moed was, want hy het geweet die dood wacht op hom. Nou, aan die einde van die dag wil ons reflecteer oor die dag, maar ons doen het met een gebed. En ik wil jou uitnooi om eerst rustig te worden, daar waar je is, vir jou speciale plek te krijgen. Stel jezelf in, je gaat nou stil worden, je gaat bij die Here sit. En dan nooi je die Here uit om jou te lei als je terugdenk aan vandaag. Met andere woorden, dat is eindelijk die Here wat je moet bewust maken van die dingen wat vandaag gebeurt. Daarna reflecteer jij op die dag wat voorbij is. Het is goed als je sommer begint bij vanochtend toen je wakker geworden het. Dalk was je bewust van dromen, hoe je daarover gevoel. Je vat je dag verder, alles wat gebeurt het, alles wat je gedoen het, wat je wou doen, wat je niet bij uitgekomen het, nie, mensen wat je op pad gekruis het, gesprekken wat je gehad het. Ik denk je krijgt die idee. Met andere woorden, reis weer door jouw dag. En dan terwijl je reis door jouw dag, vraag je die Heer om jou te helpen om bewust te raken van jouw emoties. Wat zijn emoties dat je ervaart? Het is vooral belangrijk om achter te komen waar het dit veel goed gevoel, het dit veel gevoel je krijgt leven. Het is ook belangrijk om te beseffen waar was het veel slecht. Wat het veel frustrerend gevoel, wat het veel gevoel dat ontneem jou eindelijk leven. En dan als je daarvan bewust geworden het, kan je vir die Here dankie sê vir die dinge wat vir jou leven gegee het, maar dan breng je ook die dinge wat vir jou leven ontneem het, naar die Here toe. Kom lê dit voor die Here. En dan laastens, denk je aan morgen, wat morgen wacht, zover je weet. En dan breng je die dag van morgen ook so in jou gedagtes en in jou gebed, naar die Here toe. Dit is een besonderse manier om jou dag af te sluiten en op so'n manier ook te waak saam met hom wat moet het. Mag dit vir jou een mooie aand wees verder.